Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat ruim 1/3 van de huizen in Nederland op een te lawaaiige plek staat. Door het lawaai zouden mensen stress kunnen ervaren wat erg schadelijk is voor de gezondheid. Wij vragen ons af hoeveel lawaai de Tilburgers moeten verduren en gaan daarom op pad met de vraag: hoe lawaaiig is het bij jou thuis? Hoe lawaaierig is het bij u in de buurt? Bij ons is het niet lawaaierig. Nee, we komen in een klein dorpje uit Zeeland. Dus altijd stil. Eigenlijk niet veel. Nee, er wordt wel geklaagd vanuit de Blaak waar ik woon. Maar dat is voornamelijk vanaf de A50. Okay. En ik heb last van, scootertjes. Nauwelijks. Ik woon wel vaak bij de snelweg, maar ik heb daar geen hinder van. Nee. Heel rustig. Ik heb een heel rustige buurt. Ik woon tegen de binnenstad aan en dat valt wel mee. Dus ik heb geen klachten erover. Nee. Ik woon heel rustig. In Roosendaal. Dus u heeft nergens last van? Of zijn er dingen waar u last van heeft? Nee, geen last. Ik woon net buiten Tilburg, helemaal achteraf. Dus daar is heel stil. Dan word je s'nachts wakker van de uilen. Heel rustig. Wij wonen midden in de stad op misschien 100 meter van het Piersplein af. Maar het is een hele rustige straat. Dus we hebben eigenlijk nooit last. Hooguit met de kermis hoor je wel wat, met carnaval hoor je wel wat. Maar we hebben er absoluut geen last van. Vooral s'nachts is het heel vervelend, want ik woon bij een winkelcentrum. En s'nachts komen er wel eens vrachtwagens komen daar uit en inladen. En dan laten ze de koeling aanstaan en dat bromt lekker door s'nachts. Dus het is soms best rumoerig. Hoe zou je lawaai tegen kunnen gaan? Oeh. Ja, beglazing natuurlijk, hè? In huis bedoel je dan, hè? Neem ik aan. Ja, in huis. Buiten is het een ander verhaal. Woon je dicht bij elkaar en heb je tuintje, is er een ander verhaal. Proberen met de buren of met de mensen in je omgeving in contact te komen. Of dat altijd werkt, weet ik niet. Verder heb ik geen idee. Ga die scootertjes maar eens ombouwen naar elektrisch. En de A58, nou, er worden al genoeg geluidswallen gebouwd, dus is al een goede oplossing. Dat is moeilijk, denk ik. Minder festiviteiten of minder, weet ik niet, de horeca eerder dicht. Of ik zou het niet weten, maar voor mij hoeft het niet. Als je dan tegen de chauffeur zegt, hey, kan even die koeling uit als je daar staat, want het is nu al nogal gehoorig. Dat zou misschien een oplossing kunnen zijn. Ik denk dat dat van de regering dan af moet komen of zo, van bovenuit. Om dat tegen te kunnen gaan, maar ik denk dat het heel moeilijk gaat worden. Zorgen dat je zelf een korter lontje hebt, denk ik. Ja, dat lijkt me wel lastig, ja. Ja, geluidsschermen, rondwal, daar is van alles voor volgens mij. Het enige wat je wel eens hoort van zo'n motor die heel hard voorbij gaat, maar heel hard geluid. Maar hoe je daar tegen moet gaan, geen idee. En welke geluiden heeft u de grootste hekel? De grootste hekel? Ik denk toch wel aan schreeuwende mensen. Meer dan aan het verkeer nog. Echt mensen die heel luidruchtig overal op reageren. Ik gun een ander als een keer muziek maken of zo. Dat is vaak een bron van overlast. Maar bij ons in de buurt daar komen ze van tevoren zeggen als het feestje is, is het allemaal keurig. In een gebouw bijvoorbeeld, waar gebonk. Niet in ons gebouw, maar in een appartement of in een bedrijf. Of auto's vind ik ook vervelend. Als je bijvoorbeeld in een hotel zit en je zit vlak bij de snelweg, dat gezoom vind ik lastig. Toeterende auto's. Okay. Waarom dan precies dat geluid? Ja, waarom toeter je? Waar wij wel eens ooit last van hebben, zijn scheldpartijen in onze woonbuurt. Als we in de tuin zitten, bij wijze van spreken, dat er ruzie gemaakt wordt bij buren. Dat vind ik geen prettige geluiden. Vooral hele irritante alarmen, autoalarmen die afgaan. Dat vind ik echt heel vervelend. Dan zo. Nou, dan kun je hem helemaal gek krijgen. Buren hebben er geen last van. Dat lijkt me wel lastig dat je daar last van zou hebben. Daar hebben wij geen last van. Ja, snelweg, daar zou ik niet naast gaan wonen. Aan scootertjes en brommeltjes, ja. Ja, ja. Ja, het blijft de grootste irritatie. Ja, ja, auto's zijn op de goede weg, elektrisch. En nou de scooters en de brommels nog, ja. De mensen in Tilburg blijken weinig geluidsoverlast te hebben. Dus voor alle mensen die wel last hebben van geluid, kom lekker in Tilburg wonen. Dat was Mag ik wat vragen voor deze week. Bedankt voor het kijken.